En super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Voor als je nieuw bent, hoi, mijn naam is Jamie en welkom op mijn kanaal. Voor veel van jullie zal misschien binnenkort een toetsweek starten. Of misschien heb je wel binnenkort gewoon een toets. En voor diegene is deze video echt super handig. Want in deze video ga ik je namelijk vertellen hoe ik plan voor een toets of voor een toetsweek. Voor toetsen plan ik namelijk op een hele specifieke manier. Wat voor mij heel overzichtelijk is en waardoor ik veel meer gedaan krijg eigenlijk. Dus ben je nou benieuwd? Blijf dan zeker kijken. En dan gaan we nu verder naar mijn bureau. Goed, we zijn nu op mijn bureau aangekomen. En voor het plannen hebben we natuurlijk een aantal spullen nodig. Dus die ga ik er even bij pakken. Ik ben nu aan het plannen voor een toets. Dus dat betekent dat ik een schriftje gebruik. Waarin ik alles ga opschrijven wat ik voor het vak moet gaan leren. Het maakt niet uit wat je gebruikt, al gebruik je een leeg blaadje. Maar ik heb hier gewoon het schriftje. Ook gebruik ik natuurlijk mijn aantekeningenschrift. Zodat ik natuurlijk kan zien waar ik ongeveer nu ben op het gebied van aantekeningen maken. En dan gebruik ik dit collegeblok. En eigenlijk maakt het niet uit weer wat je gebruikt. Maar ik vind dit heel erg fijn omdat het A4 is en omdat het lijntjes heeft. En met toetsweken ben ik heel specifiek met mijn soort planning. Dus we gaan het op deze manier proberen. Maar het eerste wat ik erbij ga pakken is mijn aantekeningen en mijn schriftje. Dan pakken we even een leuke kleur. En dan ga ik er eigenlijk gewoon even een mooie titel boven schrijven. Zodat ik weet waar het over gaat. Goed, dit is nu hoe het er bij mij uitziet. En nu ga ik eigenlijk al mijn vakken opschrijven. En ik weet dat ik per vak 5 lessen heb gehad. Dus dan laat ik iedere keer ruimte voor die 5 lessen. Als ik eenmaal klaar ben met het lijstje maken, snappen jullie vast veel beter wat ik bedoel. Maar ik ga gewoon beginnen. Goed, ik heb nu alle titels van al mijn vakken heb ik opgeschreven. En dan ga ik eronder eigenlijk heel makkelijk opschrijven. Gewoon les 1, les 2, les 3, les 4, les 5. Want per les maak ik namelijk mijn aantekeningen. En dat zijn eigenlijk ook een soort van mijn samenvattingen. En dit is eigenlijk hoe het er dus bij ieder vak uit gaat zien. Want ik heb voor elk vak dus 5 lessen gehad. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dit zijn nu mijn rijtjes. En nu gaan we gebruik maken van het aantekeningenschrift. Het enige wat ik nu eigenlijk ga doen is gewoon controleren welke lessen ik al aantekeningen van heb gemaakt. En die ga ik gewoon afstrepen. Zo makkelijk is het. Dus op die manier heb ik gewoon een goed beeld van hoe ver ik eigenlijk ben. Met sommige vakken ben ik gewoon een heel stuk verder en heb ik het veel beter bijgehouden. En bij andere vakken heb ik nog gewoon helemaal geen aantekeningen. In het begin wilde ik het namelijk gewoon na iedere les doen, maar toch kwam ik erachter dat dat best wel veel tijd kostte. Dus het is er gewoon niet van gekomen. Maar nu kunnen we dus gaan plannen. En daarvoor pak ik dit schrift erbij. Nu moeten we gaan combineren. En ik wil gewoon eigenlijk in één oogopslag kunnen zien hoe lang ik nog heb, welke dag het is, wat ik op die dag moet doen en niet helemaal moeten bladeren. Oftewel, het is mijn doel om mijn planning op deze ene pagina te krijgen. En dat doe ik eigenlijk alleen maar zodra ik binnenkort een toets heb. Gewoon zodat het voor mijzelf heel erg duidelijk is. En normaal gesproken gebruik ik gewoon iets van een agenda of een planner en dan doe ik het per dag. Maar voor een toets vind ik het heel makkelijk om gewoon tot aan de toets zelf een heel groot overzicht te hebben. Dus we gaan beginnen. Het is momenteel, daar ga ik even mijn telefoon voor erbij pakken, 16 oktober. Ik doe het op de volgende manier. Ik zet voor de kantlijn zet ik de dag, dus dit is vrijdag. En na de kantlijn zet ik de datum, dus 16. Dus dit ga ik nu even doen. Ik heb nu alle dagen op de pagina staan. En zoals je ziet heb ik niet heel de pagina gebruikt. Maar ik heb om precies te zijn met vandaag erbij gerekend 21 dagen totdat ik mijn toets. Want ik heb namelijk op 5 november heb ik mijn toets van thema 5. Ondertussen heb ik wel andere deadlines, die ga ik er ook zeker bij schrijven. Maar deze planning is echt voornamelijk voor de toets. Nu ga ik er een lineaal bij pakken en zet ik er even een streep naast. Gewoon voor het mooie en makkelijke. Zo, nu is het gewoon heel duidelijk welke dagen het allemaal zijn. En ik gebruik ook 3 kleuren markers. En die markers hebben ook allemaal een soort van betekenis. Ik heb namelijk de roze marker en dat is de toetsdag. Dus daar kan ik al een paar mooie strepen bij zetten. En dan zet ik door heel die dag een streep. Die dag ervoor heb ik ook een andere toets. Dus daar zet ik ook even een streep doorheen. Dat zijn mijn 2 toetsdagen. En ik zie dat het niet helemaal in beeld is, sorry. Maar dit zijn dus de 2 toetsdagen die ik heb. En dan gaan we door naar de weekenden. En de weekenden die markeer ik met een paars markeerstift. Dus de zaterdagen en zondagen.
Want op deze manier vind ik dat gewoon lekker duidelijk wanneer een nieuwe week begint. Nu staan ook mijn weekenden erin. En volgende week is het vakantie. Dus daar heb ik ook weer een ander kleurtje voor. Nu ziet het er allemaal lekker strak uit en zo. En dan gaan we het eigenlijk indelen. Het belangrijkste wat ik er eerst op ga schrijven is wanneer ik moet werken en wanneer ik stage heb. Want dat zijn dingen die toch wel een heel groot deel van mijn dag innemen. En ik vind het belangrijk dat dat erop staat. Ik moet zondag werken. Omdat ik zondag zei, heb ik nu zerken opgeschreven. Goed, nu staan de dingen erin die heel erg belangrijk zijn. Die een hele dag kunnen duren. En dan gaan we dit dus indelen. Zoals je ziet moet ik voor sommige vakken nog heel erg veel doen. En voor sommige vakken hoef ik niet zo heel erg veel te doen. Maar deze aantekeningen zijn vaak veel meer stof en theorie dan bijvoorbeeld deze vakken. Want deze vakken hebben samen gewoon veel minder stof. Dus daar hoef ik op zich minder tijd aan te besteden. En nu gaan we gewoon eigenlijk een beetje indelen. Hier heb ik mijn toets. Dat zijn mijn twee toetsen. En dan gaan we nu eigenlijk een soort van terugwerken. Dus hier vind ik het heel erg belangrijk dat ik die middag nog wel ga herhalen. 5. Oh, bij deze dinsdag heb ik trouwens ook nog stage. Dat moet ik niet vergeten. Maar hier is het dus ook heel erg belangrijk dat ik hier ga herhalen. Nou, het past net op de regel. En wat ik heel erg fijn vind aan deze manier van plannen is dat ik niet te veel ga doen op een dag. Dus stel, ik wil heel veel dingen op een dag gaan doen. Ik weet zeker dat ik dat niet ga doen. Want vaak ben je er gewoon veel te lang mee bezig met één ding. Of ben je gewoon niet gemotiveerd genoeg om de hele dag alleen maar aan school te werken. En op deze manier heb je gewoon nog vrije tijd, zeg maar. Vooral in de vakantie vind ik dat heel erg belangrijk. Maar we gaan dus die dag ervoor gaan we ook herhalen. En dat herhalen hoeft niet elke dag heel erg veel te zijn. Het ligt er gewoon aan hoe goed ik de stof eigenlijk beheers. En op deze zondag wil ik de proeftoets doen, want er is wel een proeftoets van thema 5. Dus dan kan ik daarmee controleren wat ik allemaal al weet. En dan kan ik het in deze dagen kan ik het allemaal herhalen. Dat is in ieder geval mijn tactiek. Maar dat betekent dus ook dat ik eigenlijk alle stof al voor de zondag 1 november wil gaan leren. En nu is het eigenlijk gewoon heel erg simpel aantekening maken. Die aantekeningen, daar heb ik ook een soort van deadline voor mezelf gesteld. En dat is eigenlijk, ik wil volgende week zondag wil ik alle aantekeningen en samenvattingen compleet hebben. Zodat ik elke dag na stage geen aantekeningen meer hoef te maken, maar alleen maar hoef te leren. Dus dan kan ik elke dag 1 vak of 2 vakken kan ik goed leren tot en met de zaterdag. En dan kan ik hier de proeftoets maken. Dus ik ga nu eerst even de vakken opdelen van het leren. Als ik me aan de planning ga houden, dan heb ik alle vakken dus al geleerd. Hier heb ik dus eigenlijk een extra dag om te leren. Maar ik weet zeker dat ik met een paar vakken heel veel moeite ga krijgen. Dus hier zet ik bijvoorbeeld opnieuw onderwijskunde bij. Daar zet ik ook taal bij en schrijven. Dat zijn de vakken die ik op de zaterdag nog wil gaan leren. En dan wil ik op de zondag de proeftoets gaan doen. Ik ga even tellen. Ik heb nu 13 lessen samengevat van de 40. Dus dat is niet superveel. Dat kunnen we zeker wel stellen. Maar we gaan ze wel verder uitwerken. Dus vandaag wil ik nog een aantal samenvattingen gaan maken. En wat ik hier nu eigenlijk ga doen is het verdelen van het maken van de aantekeningen. En zoals je misschien wel kan zien doe ik niet heel veel van 1 vak op 1 dag. Omdat ik me gewoon niet heel erg lang op 1 vak wil concentreren. Want op een gegeven moment ga ik het dan saai vinden om eraan te werken. Dus ik doe eigenlijk gewoon meerdere dingen van meerdere vakken op 1 dag. Gewoon om mijn motivatie iets hoger te houden. En gewoon voor iets meer variatie, want anders wordt het ook zo saai. Dan ga ik de donderdag ga ik overslaan, gewoon voor het feit dat ik even een dag vrij wil. En dan gaan we alleen nog even een mooie titel erboven maken, dat is het eigenlijk. Dit is eigenlijk alles wat ik doe om te plannen tijdens een toetsweek. Ja, en dat is dus alweer het einde van deze video. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan mijn manier van plannen en dat ik je wat heb kunnen helpen. Als je binnenkort een toets hebt, laat weten in de reacties wat voor toets je binnenkort hebt. En dan wens ik je heel erg veel succes met leren en met plannen. Maar dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Klik gelijk ook even op dat belletje, zodat je weet wanneer ik een nieuwe video upload. Volg me ook even op Instagram als je dat leuk lijkt. En dan hoop ik je weer te zien bij een gloednieuwe video de volgende keer. Bye bye.
You know, always been wanting to change.